Goedemiddag. De strafzaak tegen de verdachte van de moord op Louise Verke is vanmiddag om 1 uur aangehouden. De rechters vinden dat er eerst een uitgebreider psychologisch en psychiatrisch onderzoek moet komen naar de verdachte Marcel T. Hij heeft de moord op Verke bekend, maar volgens zijn advocaten is die bekentenis mogelijk vals. Bij de rechtbank in Arnhem staat onze verslaggever Saul Vreelink. Hij volgt de zaak. Saul, de advocaat van de verdachte had eerder vanochtend al om aanhouding verzocht, maar dat is toen niet ingewilligd. Waarom is de zaak dan nu alsnog stopgezet? Ja, advocaat Benedicte Fiek wilde vanmorgen een nieuw onderzoek op basis van de feitelijkheden. Ze wilde opnieuw de feiten laten bekijken. Die, ja, daar heeft ze niet de zin in gekregen. Nu dus wel. Ze krijgt wel samen met de wens van haar cliënt is een nieuw psychologisch onderzoek. Dat gaat dus wel door. Die feitelijkheden die vond de rechtbank voldoende in het dossier zitten om dat te kunnen beoordelen. De deskundigen die Marcel T. eerder hebben onderzocht, die adviseren nu TBS. Hoe heeft de verdachte daarop gereageerd? De verdachte heeft aangegeven geen TBS te willen. Hij is dus niet eens met de beoordeling. Volgens deskundigen heeft verdachte de ziekte van Asperger. Dat is een vorm van autisme die ook Volkert van de G heeft, de moordenaar van Pim Fortuyn. Volkert van de G heeft, zoals je weet, geen TBS gekregen. Ja, Marcel T. wil eigenlijk geen TBS en is eigenlijk ook niet eens met die diagnose Asperger. Hij wil daarom wat langer naar het Pieter Baan Centrum. De rechter heeft gezegd dat mag. Jij gaat er voor langere tijd ter observatie naartoe en dan kijken we verder. Dan komt er dus een nieuw onderzoek. Wat betekent dat voor de strafzaak? De strafzaak gaat zeker een paar maanden langer duren. De rechter heeft gezegd, wij proberen binnen 3 maanden de strafzaak te hervatten. En dan in 2 zittingsdagen, gezien de hoeveelheid. Benedict Fiek, de advocaat van Marcel T., heeft mij laten weten dat dat toch wel 6 maanden kan gaan worden. Je hebt vanochtend in onze eerdere uitzending al gezegd dat familie en vrienden bij de strafzaak aanwezig zijn. De familie en vrienden van Louise Verke. Hoe hebben zij gereageerd op het feit dat de zaak nu stil ligt? De broer van Louise Verke, Raymond Pierre, heeft heel kort op de stoep van het gerechtsgebouw een verklaring voorgelezen. Dat was eigenlijk een verklaring in de zin van, ja, we zijn blij dat het begonnen is. We vinden het jammer dat het nu alweer zo snel gestopt is. En ja, daar bleef het gewoon bij. Tot zover, dankjewel. Saul Vreelink bij de rechtbank in Arnhem. Daar begon vanochtend om 9:30 deze zaak tegen verdachte Marcel T. Hij heeft de moord op Louise Verke bekend. Hij staat ook terecht voor een reeks bankovervallen en 2 bomaanslagen. De belangstelling voor deze zaak is enorm. Het Paleis van Justitie in Arnhem vanochtend. Familie en vrienden van de vermoorde Louise Verke, veel mensen uit de kraakbeweging en andere belangstellenden komen al vroeg naar de rechtbank om een plaats te bemachtigen op de publieke tribune. Die is al gauw vol, maar de rechtbank is daarop voorbereid en heeft een videozaal ingericht waar belangstellenden de zaak op een groot scherm kunnen volgen. De zitting voor de meervoudige kamer met 3 rechters begint een kwartier later dan gepland, omdat de advocaat van de verdachte, Benedict Fiek, niet op tijd is. Om 9:45 leest de officier van justitie de tenlastelegging voor. Op de eerste dagvaarding staat, denk ik bovenaan, en ook als eerste om te noemen, de moord op Louise Verke. Die zou hebben plaatsgevonden op 15 november 2005 in Nijmegen door het schieten van een aantal patronen projectielen vanuit een vuurwapen waarna ze Verke is overleden. Daarnaast staat op dezelfde tenlastelegging een 7-tal bankovervallen. Direct daarna vraagt de advocaat van verdachte Marcel T. om aanhouding van de zaak. Volgens Benedict Fiek heeft hij mogelijk een valse bekentenis afgelegd. Marcel T. is door de politie in Barcelona opgepakt omdat er een internationaal opsporingsbevel tegen hem liep voor een reeks bankovervallen. Dat hij ook de moord op Verke op zijn naam heeft, was voor de Nijmeegse politie een verrassing. Die had alles uit de kast getrokken om te voorkomen dat de zaak een cold case zou worden. We kijken naar een samenvatting van dat onderzoek. Het onderzoek naar de moord op Louise Verke is een van de meest omvangrijke uit de geschiedenis van de Nijmeegse politie. Meer dan 70.000 manuren heeft het korps erin gestoken. Lange tijd werken er 31 mensen aan de zaak. Volgens oud-burgemeester Guusje ter Horst vergt het onderzoek zoveel inzet van het politiekorps dat andere zaken blijven liggen. Maar voor de Nijmeegse politie is het erg belangrijk dat de zaak wordt opgelost. Verke heeft met zijn publicaties over politie en inlichtingendiensten vijanden gemaakt bij de politie. En dus zouden politiemensen een motief voor de moord kunnen hebben. De politie haalt dan ook alles uit de kast.
Er komt een grootschalig sporen- en buurtonderzoek. En ook verstuurt de politie 3000 sms'jes naar mensen die op het tijdstip van de moord in het centrum van Nijmegen waren. De politie maakt een 3D-scan van de moordplek. En in de zomer wordt zelfs een reconstructie gehouden met getuigen terug op de moordplek. Het levert allemaal niet het gewenste resultaat op. De politie Hollands Midden komt Marcel T. op het spoor in haar zoektocht naar een bankovervaller. Hij wordt uiteindelijk gepakt in een internetcafé in Barcelona en uitgeleverd. En tot zover deze extra uitzending van TV Gelderland Nieuws over de rechtszaak tegen de verdachte van de moord op Louise Verke. Het laatste nieuws kunt u horen via Radio Gelderland. En u kunt het ook lezen op onze internetsite omroepgelderland.nl of teletext. We komen om 4 uur vanmiddag opnieuw bij u terug met een extra uitzending. Ik wens u nog een prettige dag.